Klingen, klingen, kling. Kling, kling, kling. Kars. Met proef whisky, mijn Paul. Ja, en ik ben Jeannot. Gaat het lukken? Ja. Oké. Okay. We gaan afsluiten. Leuke opname sessie achter de rug. Op een enkeling na. Op één teleurstelling na. Ja. We gaan afsluiten met een Cask Strength Whisky. Mm. Van één van onze favoriete distillerijen. Ram, nee. Flenkakles. Flenkakles. De Glenfarclas 105. Leuk weetje. Glenfarclas waren ook de eerste die met een Cask Strength Whisky kwamen. Doen ze goed. Dat was 1968. Ja, dat was 69, 68. Daar was ik niet bij. Nee, ik ook niet. Nee. Ja, hier staat 105 op. Of 105. 105 proof. In Amerika is dat gewoon gedeelte 2 en kom je op 52,5 uit. Nou ja, dit is... De Amerikanen, die kunnen niet rekenen. Want de Engelsen komen op 60% uit. Nee, nee de, in de Verenigd Koninkrijk houden ze een andere... uitrekenen soms voor de proef uit en dan kom je inderdaad op 60% uit. Maar die doen wel meer dingen anders. Ja, bijvoorbeeld de juiste kant van de weg rijden. Ja, dat zijn de meningen verdeeld over. Nontje filter. Waar ben je kleur? Ja, sorry. Ja, wacht. It is what it is. Bij 60% alcohol. Bij 60% alcohol. Ga je dat karamel echt niet proeven? Zo een liter? Maar wat dachten ze? Hey, 60%. Nog maar 7 is niet genoeg. Om nog mooier te maken, zo'n fles heb je voor tussen de 45 en de 50 euro. Dat is een leuke prijs. Die kan ik niet afbreken. Weet je? Beetje droog, hè? Ja. Hallo. Ik ga hier niet mijn neus in duwen. Ik ga mijn kurk hier bevochtigen. Kijk, dat is ook een mooie. Als een whisky boven een bepaalde alcoholpercentage zet, als je hem schudt, krijg je een mooi... Een schuim. Een schuimlaag, ja. Verse ochtend erin. Ja, maar ik... Stevig. Nee, het... je merkt wel dat het vaksterkte is. En... Ja, sherry. Ja, zacht uitgedrukt. Ja. Beetje sherry, wat haal je nog eruit? Peer. Toffee. Ja. Honing. Mm-hmm. En er zijn twee dingetjes wat niet iedereen eruit haalt. Ik ben benieuwd als je wel eruit haalt. Beetje rook. Mm-hmm. En dat is iets wat vaker voorkomt bij Glenfarclas. Wat niet iedereen eruit haalt. En bij de 105 wordt het makkelijk eruit gehaald. En ik denk dat het eigenlijk komt omdat die een stuk minder aangelengd is. In dit geval niet aangelengd is. Mm. En nog iets? Dat is iets wat ik eerlijk gezegd niet altijd eruit haal. Het zou kunnen zijn als ik dit morgen of overmorgen weer voor mijn neus zet dat ik het niet eruit haal. Maar ik haal het nu toevallig wel uit. Als ik het zeg. Koffie? Ja, dat zat er wel in. Ja, daar was ik aan het denken, maar. Maar het is een heel subtiel aroma. De sherry heeft echt de overhand. Ja, 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 dat zeker. Samen met de alcohol uppercut. Maar peer, toffee, ja. Koffie. Ja, ja, en dan alles wat van de sherry afkomt. Ja, dan heb je een beetje de pruimen, rozijnen, chocola. Ja. Er is ook een beetje een nootachtig iets op. Ook met heel lichtjes. Ja. Het zit een beetje qua intensiteit ongeveer gelijk met de koffie en de rook. Klaar ervoor? Slaatje. Oh.
hoes. Een hele rijke smaak. Ja. Die 60% tintelt lekker door. Tintelt? Ja? Ja, mij tintelt dat ondertussen. Die 60% dendelt eventjes door. Maar voor 60%, kijk, dat klinkt nu heel raar wat ik nu zeg, maar voor de 60% vind ik hem toch zacht. Ja, kijk, als dit nou een fles van 46% was, was het sterk, maar ja, omdat het 60% is, is het zacht. Ja, dat, ja. Oké. Context. Maar echt super rijk aan smaak. Mm. Honing komt weer terug. Ja. Vanille komt terug. Mm-hmm. En ik vind hem, hij heeft zeker hazelnoot. Mm-hmm. Er zit nog een noot op. Wat vaker komt bij sherry wat reden. Ja, amandelen. Mm-hmm. Ja. Hmm. De brandblusser bijpakken. Nee, joh. Dat klein beetje chocolade wat op de neus had, is nu sterker aanwezig op de mondsmaak. Ja, zeker weten. Maar het is heel zoet. Het is bijna een soort bonbon praline-achtig chocolade. Bonbon blok. Voor A60%. Ja, top. Goed door. Duisteren. Ja. Met een laag chocolade. Ja. Maar een beetje op de overgang mondsmaak afdronk zit een beetje een cognac-achtige, ammoniak, cognac, brandy, achtige rommen. Boah. Afdronk is lang. Ja. Lekker warm. Ja. Drogend. Nee. Licht. Mm. En heeft van. Wat bite op de afdronk, een beetje pepertje. Ja, bij mij eens. Kijk, op de smaak proef je die hazelnoot en die amandel. En op de afdronk is een beetje. Je proeft nog wel noten, maar niet per se hazelnoot en amandel, zeg maar. Een notenmix. Notenmix. Mm. Ja, blijvertje, toch? Ik heb altijd een fles in mijn collectie staan. Waar kun je dit naast, waar kun je dit met vergelijken? Dat is een goeie. Komt het in de buurt van de... Nee. Nou, we zijn van denk wat de sherry vatrijping op vatsterkte. Ja, Rand Bodega, maar ik vind deze net wat heftiger. Ja, dan ja, Rand ja, is ja, een ja, stuk ja, zachter. Ja, ja. Ja, maar de Bodega zit ook... Iets lager in alcohol. 55,5. Ja, nou, dat is 4,5%. Ja. Nee. Wacht, de Abuna is niet op sherry, hè? De Abuna is volledig wel, op sherry. Wel op sherry. Ja. En de alcoholpercentage varieert natuurlijk. Een beetje van welke best ik heb. Daar zou je misschien wel mee kunnen vergelijken. Ja, in ieder geval richting. Maar ik vind deze net wat rauw, wat ruiger. Ja. Maar dat vind ik op zich wel, dat vind ik een pluspunt. Dat hij net niet is gepolijst. Ja, we hebben dat vaker gezegd, we houden van de whisky met een beetje bite. Ja, dat ruwe randje vind ik wel lachen. Maar goed, Ablau Abuna zit je rond de 7 tientjes, geloof ik. Uit mijn hoofd. Ja, die prijzen gaan steeds meer omhoog en dat is ook een beetje vangen van best dat je pakt, maar 7 tientjes moet ja, je ja, wel zeker en dit liggen. Is, wat was het, 50? 50 euro ongeveer, ja. Plus liter, 60%, 45-50 euro. Ja, zonder een liter inderdaad, want de Ablau Abuna is gewoon 70 cl. 0,07, ja. Ja. Dus dit kost, als je het even doorrekent, ongeveer de helft. Ja, en niet. Misschien moeten we ze ook niet vergelijken, maar weet je, als je denkt van goh, ik wil dit hebben en je hebt wel een Ablau Abuna gehad, nou ja, dan kun je richting deze kant gaan. Ja, en dan heb je een liter voor 40 tot 50 euro. Mm-hmm. Doen.
Ja. Nee, ja, joh. Jezus. Hier kun je toch niks slechts over zeggen? Nee. 6% liter, cherrybom. Bof. Ik vind het heel mooie afsluiten. Oh. voor de opnames. Voor de, oh, ja. Ja, maar ja. Wat zou je hierna na kunnen drinken? Oh, Abuna. Wat, ja, of zo. Nee, geen idee. Maar weet je, ik heb deze al regelmatig gehad en steeds denk ik, oh ja, daar moet ik even een flesje van halen. En dan denk ik, oh nee, ik wil die en ik wil die. Maar dit moet je gewoon thuis hebben staan, vind ik. Ja. Ik ga deze wel even op mijn gemak opdrinken. Ja, ik ook. Zien bij de volgende. Bedankt voor het kijken. Slaantje. Slaantje. Dank bij Proef Whisky. We gaan een Johnny Walker cast drink. Ja. Ik heb mijn handen gewassen. Daar was ik niet bij. Waar ben Proef Whisky en Paul? Ik ben Heinrich. Heinrich Helikopter. Nee. Heinrich Panzerfaust. Een Duits polonaam. Een Belgisch polonaam. Perfect Pete. Perfect Pete. Oh, oh jee. Oh nee, is slecht. Mm.